Daar gaan we weer, dames en heren, met België tegen Portugal. Het wordt dit keer de Xbox-spelers tegen elkaar. Thuiswedstrijd voor Portugal. Dus Diogo Mendes, aka SCP Diogo, nummer 4 op de wereldranglijst met FIFA 20, gaat het opnemen tegen Geoffrey Megu van Zulte Waregem. De man in Boxmeer geboren. Tegenwoordig woonachtig in Leuven, waar hij psychologie gestudeerd heeft. Hij staat 196ste op de wereldranglijst. Maar dat zegt niet zoveel, want gisteren was het lange tijd 1-1. Pas in de laatste minuut blessuretijd kreeg hij de 2-1 om de oren. Hopelijk vandaag weer een goede pot tegen SCP Diogo. En dan ben ik benieuwd of België hier toch een resultaat kan behalen. Het is moeilijk, want de achterstand is 2-0 vanuit die eerste pot van Stefano Pinnen tegen Thiago 0-10. Gisteren heeft Geoffrey zich langstaande kunnen houden. Ik ben benieuwd of hij dat vandaag ook kan doen. Ik vind hem vandaag een sterkere indruk maken als gisteren. Dus wie weet, kan Geoffrey eens als ze binnen? Ja, het lijkt alsof Geoffrey bevrijd speelt. Inmiddels de druk ook wat minder, aangezien het leek alsof België sowieso veroordeeld was tot derde of vierde plaats. Tenzij er vandaag een wonder zou gebeuren. Ja, dat mogen we inmiddels uit ons hoofd zetten. De vierde plaats lijkt een feit. Ik zal even de tussenstand erbij pakken voor jullie. Ons Belgische team staat op 3 punten en een doelsaldo van min 5. Italië op 7 punten en min 1. Zweden op 8 punten en plus 1. En dan Portugal op 10 punten en 8 doelpunten in de plus. Dat betekent dat Portugal sowieso doorgaat. Waarschijnlijk als eerste, maar Zweden kan er nog overheen. Sterker nog, Italië zou met een 8-0 overwinning er ook nog overheen kunnen. Maar dat zou betekenen dat Portugal hier wel moet verliezen van België. En daar hopen wij natuurlijk stiekem wel een beetje op met ons Belgisch voetbalhart. Maar hoe waarschijnlijk is dat, Miran? Moest Stefano goed resultaat hebben behaald, zou ik Geoffrey wel een kans geven. Maar met 0-2 tegen Diogo, een van de allerbeste spelers ter wereld, Schat ik die kans enorm laag in. Ja, absoluut. Diogo, geboren in de UK, zoals gezegd, daarna naar Portugal verhuisd, want hij heeft Portugese ouders, maar is daar inmiddels weer woonachtig in de UK, daarom zijn contract met Sporting Portugal niet verlengd. Hij wil het liefst voor een Premier League club spelen. Hij werd in februari nog 5e tot 8e op de Club E World Cup, dus echt een goede speler. Hij heeft inmiddels $41.000 aan prijzengeld vergaard in zijn carrière. Dus voor Geoffrey Megu echt een ongelooflijk moeilijke opgave om vandaag een resultaat te gaan behalen tegen die Portugese topper. Ja, zeker. En vast Diogo, een van de allerbeste ter wereld, zoals we al vaak hebben aangehaald. Ik vind Geoffrey tot nu toe een goede indruk maken deze game. Hij heeft daarnet ook een klein kantje kunnen creëren. Staat verdedigend sterk, opbouwend goed. En dan is het de vraag of hij 2 doelpunten gaat kunnen maken. Ja, dat is de grote vraag. Ik hoop het wel voor Megu. Dat zou een ongelooflijk goed resultaat zijn tegen de Roodhemden, de Portugezen. Hier spelen ze vanaf de linkerzijde van het veld. België weer met de uittenues natuurlijk, met de gele, zwarte tenues. Want het rode tenue zoals we normaal gebruiken, dat matcht natuurlijk te veel met dit Portugese thuistenue. Bruno Fernandes dan. Zoekend naar een gaatje om een teamgenoot te bereiken. Cristiano Ronaldo snel van de bal zetten is het devies. En dat doet Nainggolan dan ook. Nainggolan in de verdediging geposteerd. Is dat raar? Dat is inderdaad raar. Ik zou eerder zelf een Witsel in de verdediging hebben geposteerd. En als je dan pogen met Dembele speelt, of Dembele speelt, zou ik eerder Dembele van achter zetten en dan Nainggolan op het middenveld. Maar Ja, ben je eens? Vooral ook door de work rate. Medium op Dembele en high op Nainggolan. Ik heb toch liever een high op mijn middenveld dan een medium. Ja, misschien absoluut. Dat Geoffrey daar anders over denkt. En het afstandsschot van Nainggolan is ook wat sterker dan van Moussa Dembele. Zeker, ook al zijn die niet echt heel effectief. Nee, dat is waar. Toch een paar mooie afstandsgoals gezien, met name van Zweden, met Quaison. Ja? Beetje geluk moet je daarmee hebben dan, hè? Ja, eigenlijk wel. Geoffrey die mooi het balbezit bouwt, niet onnodig balverlies heeft en wacht op een gaatje in de verdediging. Zeker, uitstekende eerste helft van hem tot zover. Hè. Klein half uurtje gespeeld, scoren nog 0-0, maar dat kan nu veranderen. Onderkant laat hij eruit, maar de rebound, nee, die kan net niet ingekopt worden. Heerlijk moment hier van België. Eerste waarschuwingsschot in die eerste helft, waarvan Portugal wakker doet schrikken. En Portugal dan meteen op avontuur, op richting de middenlijn en misschien zelfs die linksbuiten lanceren. Nee. Die renactie komt niet op het juiste moment. Geoffrey die een finesse shot deed binnen de eerste paal in de plaats van verre hoek. Moest hij gewoon verre hoek hebben geschoten, dat was een goal geweest. Rare beslissing van hem, maar wel heel mooi de ruimte gecreëerd.
dat hij de keeper wilde verrassen. Dat hij dacht dat Diogo misschien zijn keeper manual zou verplaatsen. Ja, inderdaad. Lange hoek. Helaas voor hem pakte dat niet zo goed uit, doordat hij onderkant lat belandde. Oeh, Portugal hier met de openingsgoal. Nee, voorlangs geschoten. Terwijl de keeper al geslagen was, zo'n beetje. Eusebio volgens mij met dat schot. Ongelooflijk, die had er eigenlijk in gemoeten, hè? Eigenlijk wel, ja. Zeker ook Fernandes met een 4-star weak foot, die ook met links had kunnen nemen, waardoor het misschien makkelijker was geweest. Maar ja, dan kun je natuurlijk niet besturen op FIFA. Ja, de bal kwam lekker voor het linkerbeen inderdaad. Werd geschoten met rechts. Ja. Kwam net niet goed uit met de passen, Fernandes. Daar moet je een beetje geluk bij hebben. Ik ben benieuwd. 0-0 nog altijd scoren in de 35e minuut. Joffrey doet het goed, hè? Joffrey doet het enorm goed. Ja. Veel beter dan hij gisteren deed. Ook zijn overige games waren ook zeker niet slecht. Moest Stefano maandag spelen zoals hij gisteren speelde, en Joffrey spelen zoals hij vandaag speelt, dan kunnen ze in die lower bracket toch wel grote dingen doen. Ja, absoluut. Daar gaan ze in eerste instantie tegenstanders tegenkomen zoals Polen en Zwitserland. Maar zoals gezegd, als de teams uit de upper bracket een verliespartij aan de broek krijgen, dan gaan zij ook de lower bracket in. Dus even later. Zodat er toch teams gaan aansluiten zoals Zweden, Portugal, Engeland en of Duitsland. Dus het wordt moeilijk in die lower bracket, maar zeker kansen inderdaad. Als beide op het juiste moment pieken. Klopt inderdaad, ja. Zeker Stefano, die vandaag toch wel een vrij zwakke indruk maakt. Misschien heeft hij de moed al opgegeven. En dat er wel Joffrey helemaal wakker is geschoten. Ja, zeker. Terwijl er niet veel meer dan eer op het spel staat. De druk er wel een beetje af. Dat geeft wel aan inderdaad dat Meroe toch die zenuwen onder bedwang heeft kunnen krijgen ten opzichte van gisteren. Waar hij nog iets te gestrest speelde. Zo leek het. Maar tegelijkertijd ook absolute topklasse tegenstanders. Dus wat dat betreft kan je er ook niets van zeggen. Als je verliest van Olelito, dat is helemaal geen schande. Als je verliest van Diogo, is absoluut geen schande. Hij heeft gewoon het ongeluk dat zijn tegenstanders absolute topklasse zijn op wereldniveau. Hij zelf ook geen makkelijke speler om te verslaan, hoor. Trouwens al 2 seizoenen op rij actief in de Proximus E-Pro League. In seizoen 1 met Club Brugge. Toen top 4 behaald. In seizoen 2 speelde hij voor Zulte Waregem en uiteindelijk top 6 behaald. Ja, weer heel mooi opbouwend van Joffrey. Deze keer geen eindproduct en dan is het weer verdedigen. En hopen dat Diogo geen goal maakt, zeker deze laatste minuten. Ja, dat is inderdaad het devies. Nog 5 minuutjes tot de rust te gaan. Een beetje blessuretijd. Het is Portugal nu in balbezit, maar nog niet in de gevarenzone. Spelen geduldig rond. Zoeken naar de ruimte. Nu een beetje taunting. Zo van, kom maar eens even halen die bal. En dan speel ik je wel even uit. Ja. Mooi om te zien. Ja. Renato Sanchez natuurlijk een uitstekende speler. Ronaldo met het balletje terug. Hakje naar Nani. Begint er steeds frivoler uit te zien, maar Eusebio komt hier in gevaarlijke positie aan de bal. Leek een handje aan te komen van België, maar niet voor gefloten, dus er mag doorgevoetbald worden. Het is gelukkig niet de Serie A. In de Italiaanse competitie is alles meteen een strafschop tegenwoordig. Ze moeten toch die regels eens onder de loep leggen, vind ik. Volgens mij hebben ze dat toch gedaan, René? Vroeger was het aangeschoten, niet aangeschoten, er was twijfel, was geen twijfel. Nu is het gewoon allemaal penalty. Ja. Ja. Ja, maar dat maakt het juist raar. Inmiddels 50 penalties gegeven in dit Serie A. Tweede kop. Toch wel enorm ongelukkig, hè, deze eerste helft. Ja. Geen keeper movement. Gewoon, wat? Goeie, toch het handje eraan. Ja, goede save van de keeper. Maar normaal gezien gaat zo'n bal er toch wel altijd in. Zeker met de Mertens, 95 Mertens. Misschien moet hij er normaal gezien wel iets schieten. Ja, en niet te vergeten dat God onderkant lat in de eerste helft. Hier dan de hoge indraaiende corner. Hoe bijna de omhaal. Heerlijke, spectaculaire poging net voor rust. En Portugal ruimt op met de moed der wanhoop. Die wist even niet wat het moest met die bal. Gaat over de zijlijn, maar hun geluk is dan dat de timer al voorbij is. 4 schoten, waarvan 3 op doel voor Blake Revenge, oftewel Joffrey Meroe. Toch al een veteraan, inderdaad, met 29 jaar. Gaat hij hier een resultaatje behalen? Om echt punten te halen voor België moet hij met 2 of 3 doelpunten verschil winnen. Want de score in de eerste pot van Stefano Pina tegen Thiago Araujo was 2-0. Om u nog even te herinneren. Miran, deze tweede helft, wat moet Joffrey doen? Gewoon lekker blijven spelen zoals hij doet. En iets scherper zijn voor de goal? Ik zou niks veranderen. Hij speelt enorm sterk. Had hij er makkelijk 2-0 kunnen voorstaan eigenlijk. Een beetje ongelukkig in de afronding.
gewoon spelen zoals hij speelt. En dan uiteindelijk vallen die doelpuntjes wel. Ja, zeker. Hij heeft vandaag echt zijn topvorm klaar. Tegen Olelito uitstekend resultaat. Maar 1-2 verloren uiteindelijk. Dankzij een doelpunt laat in de tweede helft. Hier ook weer zich uitstekend staan te houden. Tegen een van de absolute wereldtoppers. Iemand die op het niveau van Pina opereert. Maar dan op Xbox. Dit is enorm sterk gespeeld. Ja, hier zelfs ruimte. Slordigheid. Een van de grootste tips die ik gisteren Joffrey heb meegegeven, nadat hij zijn games had verloren, heeft hij mij opgebeld. Hij vroeg om coaching. Ik zei, ja, ik cast de games, ik kan je niet coachen. Maar we hebben een beetje zijn games geanalyseerd. En een van de grootste tips die ik hem kon geven was gewoon, ja, Joffrey, speel rustig. Hij was gisteren enorm gestrest en enorm gehaast. Hij bewaart vandaag zijn rust enorm, enorm goed. En dat zie je gewoon ook terug in zijn spel. Hij speelt enorm sterk. Verdedigend heel sterk. Aanvallend ook gewoon heel, heel goed. En opbouwend ook gewoon heel goed. Absoluut. Ik ben echt onder de indruk eigenlijk, om eerlijk te zijn. Joffrey, amai. Ja, hij speelt petje af. Hij speelt vandaag bijzonder goed inderdaad. Ik had altijd een soort van ritueeltje voor e-sportswedstrijden op grote toernooien. Om mijn wedstrijdzenuwen onder controle te houden. Onder bedwang te houden. Ik had er sowieso niet zoveel last van. Ik had juist eigenlijk die spanning van het publiek nodig om mezelf goed te kunnen opladen. Maar ik deed altijd dat mijn handen wassen met warm water. Ook voor de bloedstofstroming. Heb jij ook een dergelijk ritueeltje voor wedstrijden? Of heb je niet zoiets? Nee, niet echt. Ik heb gewoon... Wat ik thuis doe gewoon is, maar dat is voor elke wedstrijd. Dat moet niet per se een groot toernooi zijn. Ik heb altijd een dekentje. Ah, oui. Ja. Ja, je zit natuurlijk veel stil, dus kan het koud krijgen, met name als de temperatuur laag is. Ja, zelfs in de zomer heb ik altijd een dekentje als ik game. Ja. Grappig. Ja. Maar voor de rest, nee. Ben ik ook zelf niet echt iemand die last heeft van zenuwen of zo. Ook al zijn er camera's gericht. Bijna geen verschil in mijn gameplay eigenlijk. Oké. Wat dat betreft zou Joffrey daar misschien wel wat tips kunnen gebruiken. Nou ja, we zien dat het vandaag wel vruchten heeft afgewerkt. Want het verschil met gisteren is groot. Ja, je ziet ook dat hij gewoon rustig van zijn back naar zijn back gaat. Van zijn centrale verdediger naar zijn andere centrale verdediger. Terwijl hij gisteren echt heel snel naar voren ging. En veel balverlies leed. Dat is iets wat ik hem ook heb gezegd. En hij past dat enorm goed toe vandaag. Ja, kijk eens die moves met Hazard. Hij blijft in balbezit. Hij moet wat meer geluk hebben bij de afronding, want het is hem weer niet gegund. 67e minuut gaat in. Scoren nog altijd 0-0. En Portugal dat met de rug tegen de muur staat, mogen we wel zeggen. Dat is toch licht verrassend, denk ik. Ja, enorm verrassend. Diogo, top 4 van heel de wereld. Ja. 2 jaar actief voor Sporting. Een enorm grote club op het gebied van e-sports. Ja, absoluut. Hij was top 8 in de E-League. Hij was top 2 in de E-Premier League. Want ook in de UK heeft hij al gespeeld in FIFA 19. Ja. Gekwalificeerd voor 6 uit 6 majors in FIFA 20. Ja. Top 16 behaald in de FUT Champions Cup 1. Top 8 in Cup 2. Top 2 in Cup 3. Top 16 Cup 4. En weer top 8 in de FIFA E-Club World Cup. Nummertje 5. Ja, en net wat je zegt, wereldranking nummer 4. Dat behaal je niet zomaar. Ja, dan prachtig moet je... CV natuurlijk. Ja, dan moet je gewoon echt op offline toernooien heel ver komen. We hebben het ook al gezegd, hij is de nummer 1 Portugese speler in de rankings. Hij is de nummer 2 UK-based player in de rankings. Hij heeft ook een UK-paspoort, spreekt vloeiend Engels zonder al te groot accent. Dus wat dat betreft, mochten er nog zaakwaarnemers zitten te kijken van Premier League clubs, geef deze man een belletje. Hij is free agent. Hij heeft zijn contract met de Sporting Portugal van 2 jaar net voltooid. En besloten in samenspraak met Sporting Portugal om dat niet te verlengen. Omdat hij ook verhuisd is naar het land waar hij ooit geboren is, de UK. Ik vraag me af of het of hij die keuze heeft gemaakt of dat het Sporting was. Want Je zou denken inderdaad dat je zelf zo'n contract in deze tijden niet opgeeft. Hij heeft het wel zo verwoord op zijn Twitterpagina. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het gewoon niet verlengd werd vanuit de club. Want als e-sporter op dit moment zijn zoveel top free agents. Je zei het ook al vanavond. Dus dan ga je nooit een contract dat je hebt niet verlengen, lijkt me. Zeker niet aangezien dit een club was die in zijn hart zat.
Nee, inderdaad. Maar de reden waarom ik het mij afvraag is gewoon omdat hij geweldig presteert. Ja, ook dat. Ja, het lijkt me niet dat je iemand beter kan vinden als hem die ook nog eens Portugees is en daarnaast ook vloeiend Engels praat. Dus het plaatje klopt gewoon helemaal. Dan dat maakt het weer raar vanuit het perspectief van de club bezien als die het contract niet verlengd hebben. Misschien zien ze het gewoon niet meer zo zitten op het hele gebied van e-sport. Vraag ik me echt af waarom dat je Diogo zo'n geweldige grote speler zou laten gaan. Ja, op zijn hoogte kan ik nog bedenken de afstand. Dat ze het liefst iemand hebben die in Portugal woonachtig is. En die makkelijker naar het stadion kan komen voor fotoshoots en dergelijke. Voor fandagen, spelen tegen de fans. Dat soort dingen. Dat maakt het wel ongelooflijk moeilijk dat Diogo Mendes in de UK woont. Ja, dat kan inderdaad ook wel een reden zijn. Klopt. En ondertussen hebben we nog altijd geen goals gezien. Nee, wel grote kansen. Toch 3 kansen gezien voor Joffrey. Ja. En nu misschien weer een. Hij speelt echt de pannen van het dak, moet ik zeggen. Sterker nog, nee, op het moment dat ik wil zeggen, hij gaat hier misschien een kans afdwingen, loopt het fout. Heeft wel de bal alweer veroverd, dat ziet er goed uit. Heel veel gele shirts aan de rand van het strafschopgebied. Nu dan uiteindelijk toch de bal kwijt. En de pauze is gekild door Diogo Mendes, die wel balbezit heeft, maar niet onder de druk uit weet te voetballen. Joffrey die momenteel heel hoog staat. Hij weet dat hij moet komen, maar ja, 0-2 op 10 minuutjes tijd, 5 minuutjes tijd. Het gaat moeilijk zijn. Ja, het wordt heel moeilijk. 2 doelpunten verschil. Dat dankzij Thiago Araujo, die zijn gewicht in goud waard is voor de Portugezen. Die tot nu toe bijna niet verloren had. Ja, die eerste pot gisteren, dat was een 1-1 tegen Stefano Pina. Maar ja, het was misschien juist dat resultaat dat hem katapulteerde naar grootse daden voor Portugal. Want als je 1-1 speelt tegen een oud wereldkampioen FIFA op de PlayStation. Ja, dan voel je je lekker, denk ik. Dan ga je zo'n wedstrijd tegen Zweden en Italië toch wat lekkerder in. Zeker aangezien je weet dat Pinna een van je sterkste tegenstanders is. In ieder geval sterker dan de Italiaanse mededinger. Zeker en vast, ja. Pinna wordt toch tot een van de beste spelers ter wereld. Samen met Diogo, samen met Thiago. Tex, ja, MS Dosari. Ja, absoluut. Ja, mooi. Het wordt toch een individueel puntje hier van Joffrey Mehu, die dan toch af kan sluiten met een redelijk tevreden gevoel. Het zal geen punten meer opleveren voor België. Dat blijft staan op 3 punten in deze groepsfase. En gaat dus als nummer 4 richting de knockoutfase, richting die lower bracket. En laten we hopen dat we dan toch onze weg weten te knokken naar de grote finale. Volgende week maandagavond beginnen we met de lower bracket en de upper bracket. Ik ben heel benieuwd, welk land zou jij nou als favoriet betitelen? Engeland en Duitsland hebben het ongelooflijk goed gedaan in de andere groepsfase. Hier Portugal de grootste indruk? Sowieso Engeland, waarschijnlijk. Ja. Ik denk dat Engeland gewoon uiteindelijk dit hele toernooi gaat winnen. Ja, de 4 Lions met een grote kans. Vandaag blijft het op 0-0 steken. Joffrey Mehu tegen SCP Diogo, de man die net na 2 jaar afscheid heeft genomen van Sporting Portugal. Of Joffrey volgend seizoen weer voor Zulte Waregem uitkomt, is nog niet bekend. Dat gaan we zien. Hij heeft vandaag in ieder geval een visitekaartje afgegeven. Stefano Pinna iets minder in vorm dan gisteren, maar toch ook hoopgevende resultaten. Bijvoorbeeld de 2-0 gezien tegen Arcaccia 98, de Italiaanse tegenstander, die daar toch 3 punten opleverde vandaag. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Mijn naam is René Treur. Naast mij zat Miran Salim voor Proximus. En we hopen jullie volgende week maandag weer te zien. Want dan zijn we er met de knock-out fase van dit prachtige toernooi. De FIFA Play X Unite Cup. En we beginnen dan weer om 6:00 s'avonds. Wij zijn er dan niet bij, maar we hebben dan wel een mooie verrassing met 2 andere commentatoren voor jullie. Dus hopelijk tot dan. Ciao boys.